Maar vroeger, hè, had je in de kerken dus de Suisse. En de Suisse en de pieken. En ooit te veel is het babbelen, krijg je die pieken en hoe weer het waar. Dus dat was mijn grootvader, Theofie Verkruijsen. Maar mijn overgrootmoeder, Theofie Verkruijsen, was getrouwd met Emma Willems. En Emma Willems was de dochter van Pelagie Klinken. En de vrouw van August Willems. Ja, het is een beetje een soap, maar alleen. Of je niet meer kunt volgen, of je kunt dat nog een keer op het internet naar kijken. En toen waren er hier in Maldegem en niet een keer 200-jarigen. Mijn overgrootmoeder Pelagie Klinken en nog jongen. Maar dat weet ik niet, dat is het. Kunt dat nog hoor, nee, kunt dat nog hoor. Dus, dat wordt een evenement. In 1953 en niet eens 200-jarige en niet een gemeente. Dat is ook doorgedrongen naar het Koninklijk Hof. Ja, Boudewijn was juist de koning. Je nou nog je vrouwen. En dat soort dingen. Fabiola wordt er nog niet. Maar dat soort dingen, dat is natuurlijk voor de vrouw. Maar wie dat er dat deed, dat was, zijn moeder was dood, ze kon ze dood niet doen. Dat was zijn grootmoeder die dat deed. Dat was Elisabeth. Kunnen geen Elisabeth. Dus komt er hier een brief van het Koninklijk Hof. Ja. Geadresseerd aan madame. En nonnetje madame, maar dat begrip ik eigenlijk niet goed hoor. Dus aan madame, madame Auguste Willems. À l'hôpital de Maldegem, Flandre Oriental. Dat is in 1953, hé, wat weet je. Voilà, kan ik je voorlezen. Secretariat de la reine Elisabeth. Madame. La reine Elisabeth, maar ze schreef natuurlijk niet samen, dat verstuur je. La reine Elisabeth a appris avec sympathie que vous avez célébré le 3 décembre dernier le 100e anniversaire de votre naissance. Sa majesté a daigné me charger de vous exprimer à cette occasion toutes ses félicitations et ses meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur. La reine m'a de plus confié la mission de vous faire parvenir un envoi de chocolat. Qu'elle est très heureuse de vous offrir. J'ai l'honneur de m'acquitter auprès de vous la mission qu'il a plu à Sa Majesté de me confier et de vous prier, Madame, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus déférents. Secrétaire de la reine. Wat dat Pelagie Klinken ervan verstoord had. Dat is ook helemaal een keer bij hem hier. Zou toch Heiling veel beter kunnen schrijven, madame. De kunnen hij net gehoord dat je 100 jaar geworden bent. En ze hebben door zijn praline gekocht. En dat zarken. En moes u heeft. Maar ze kunnen ze samen niet brengen. Dat was Pelagie Klinken. Dus
Ja, en mijn moeder was Alisa Niers. En die was wel een echte Malenhemse, maar haar vader was Eduard Daniels. En die kwam eigenlijk het zusje.